Het was misschien wel het meest opvallende transport van het jaar. Het verslepen van de levensgrote replica van de Ark van Noach vanmorgen naar Krimpen aan den IJssel. Op de stadswerven moet gebouwd worden, dus was een andere tijdelijke locatie nodig. Het is de 7e keer al met de grote Ark gaan varen. Het begint traditie te worden, nee, mag ik niet zeggen. Nee, cool. Maar het blijft, echt cool. Blijft spannend, toch? Ja, ik heb een cool gevoel. Gek, hè? Ja, vind ik mooi. Dit is mijn wereld. Ja, hier ben ik voor gemaakt. Oké, prachtig. Alles gaat goed hier. Het plan is dat de Ark naar Brazilië gaat, zodat hij te zien is tijdens de Olympische Spelen. Maar voorlopig blijft hij voor een grote opknapbeurt in de regio. Ook is er nog veel geld nodig om de overtocht te kunnen maken. Het duurde even, maar we zijn los. We varen. Of nou ja, varen natuurlijk met een beetje hulp van een duw en een sleepboot. Want zelf varen kan de Ark niet. Maar we kunnen op naar Rotterdam na 3,5 jaar Dordrecht. Ik vind het altijd echt enorm spannend op het moment dat de Ark los wordt gekoppeld. Je hoopt natuurlijk niet dat er iets beschadigd, iets stuk gaat of dat hij op de kant loopt. Maar nu die eindelijk vaart, denk je echt wauw, echt te gek. Mooi zonnetje, mensen die ons uitzwaaien. Kan niet mooier. Spannend wordt het als de Ark bij de brug over de Noord bij Alblasserdam is. Maar dit is het even het kritieke moment voor de mannen. Omdat het zo smal is? Ja. En de grote Ark uiteraard. Nee. Maar hij past wel? Het zal toch wel? Nee, dat denk ik wel. Daar is over nagedacht. En inderdaad, het past allemaal net. Tijd voor de laatste lastige manoeuvre. Vlak voor Rotterdam, bij de werf van IAC Krimpen aan den IJssel, wordt de Ark ingeparkeerd. Bouwer Johan zorgt er persoonlijk voor dat zijn houten schip keurig aan de kade komt. Nou, hij ligt. Ik kan van boord. De reis van Dordrecht naar Krimpen aan den IJssel is hartstikke goed verlopen. Maar ja, Brazilië, daar moet hij uiteindelijk naartoe. En dat is toch net een stukje verder. Ja, dat is 40 dagen, 40 nachten varen. Continu, 10 km per uur, 10.000 kilometer. Wat staat ons nog allemaal te wachten? Hier staat een opgelucht man. Absoluut. Nou en of. Maar kijk, mooi weer. Het waait wel hard, maar het is allemaal heel goed gegaan. Daar ben ik God enorm dankbaar voor.